Oesgees, want zeker ik heb gisteren echt een bom gedropt als ik de gemeenteraad mocht geloven. Want Oesgees is niet bevoegd om de statushouders en de spoedzoekers toe te wijzen in het Hoefijzergebouw. Nou, het gaat om 175 statushouders en 80 spoedzoekers achter het gemeentehuis. Nou, er is al veel over te doen, hebben we het al een paar keer over gehad. Maar nu is het dus echt gebleken dat eigenlijk Oesgees niet bevoegd is om dat te doen. Want daar hebben we Jan-Arie Oudshoorn van in de studio. Hij is jurist en lid van de urgentiecommissie van Holland Rijnland wonen. Goedenavond. Dankjewel, Julia. Doe ik het goed met de microfoon? Ja, gaat hartstikke Dankjewel. Goed. Want inderdaad, ik heb het artikel geschreven. Ik heb met Leo Helsloot van Meer Wonen. Die was 3 weken geleden in de studio. En nou, ik heb al een beetje gehoord. Hè, er was frustratie vanuit Meer Wonen en vanuit alle huurdersverenigingen, hè, die een beetje in Oesgees zitten. Maar nu, deze bom, hoe heeft u dit geconcludeerd? Want u bent er ingedoken. Ja, voor de volledigheid, ik ben ook adviseur van een koepel van huurdersverenigingen. En dat is Huurders Holland Rijnland. De Oesgeese huurdersvereniging is daar ook bij aangesloten. Vandaar dat ik Leo best wel ken. Zolang als ik Leo ken, hoor ik niet zo'n frustratie uit Oesgees komen. En die frustratie bestaat er eigenlijk uit dat er veel gepraat wordt en ook wel veel gebouwd, maar geen sociale huurwoningen. En daar is een afspraak gemaakt over dat 25% van alle nieuwbouw zal bestaan uit sociale huurwoningen. Dat gebeurt zo hier en daar wel, het gebeurt zo hier en daar niet, maar in Oesgees is het. In mijn eerste rapportage schreef ik dat er al 7 jaar geen sociale huurwoning was gebouwd. Maar ik kreeg via Leo nu bericht, eigenlijk uit de hoek van progressief Oesgees, dat er al 20 jaar niks is gebouwd. Dat kan natuurlijk niet. Dat zijn niet de afspraken, nee. En toen vroeg Leo mij om daar vanuit een juridisch oogpunt naar te kijken. Hè? Dus ik doe niet aan politiek, maar Leo vroeg mij, kan je naar die verordening kijken? Ja, naar die afspraken dus. Ja, en die verordening ken ik heel goed, omdat ik daar iedere keer als ik een zaak voor de urgentiecommissie moet beoordelen, dan haal ik de verordening daarnaast. En dus bekijk ik die verordening een keer of 30 per maand. Ja, dan kent u hem wel. En daarin staat echt dat er afspraken zijn. Oké, even de hoogste orgaan binnen een gemeente is de gemeenteraad. Ja. Als de gemeenteraad zegt, er komen daar statushouders en 80 spoedzoekers, kunnen zij dat bepalen? In mijn optiek kunnen ze dat niet. Okay. Want bij de inwerkingtraining van Holland Rijnland, en dat is een intergemeentelijke samenwerkingsvorm. Ja, een soort clubje samenwerkende gemeenten op één, in dit geval op verschillende vlakken, waaronder wonen. Ja, en die intergemeentelijke samenwerkingsvormen, daarvan zijn er in Nederland meer dan 400. Ja. Maar ze zijn niet heel erg bekend bij het publiek en dat merk ik dan ook nu natuurlijk. Maar er is toch wel zeker afgesproken dat het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van Holland Rijnland Wonen gaat over de toewijzing en de verdeling van de sociale woonruimte. En dat gebeurt in het wellicht bekende hureninhollandrijnland.nl, hoe noem je dat, website. Ja. Ja, want dat merkte ik dus gisteren ook. Gisteren was er weer een raadsvergadering. Nou, er stond Holland Rijnland op de agenda, Zurspus 71. En nou, het ging helemaal niet hierover, maar een raadslid die vroeg ook van, we hebben het artikel van Unity gelezen en daar moeten we wat mee. Ik voelde echt dat er roering was ontstaan binnen de gemeenteraad, want sommigen gingen hem er nog even bij pakken. Ik zag telefoons en iedereen zat het te lezen en die dacht, Maar wat u net zegt, heel veel mensen die weten dit dus niet. Nee. Ik heb jou natuurlijk eerder gesproken en ik heb het toen ook vergeleken met de onbekendheid tussen Den Haag en Brussel. Mm-hmm. Iedereen weet wie wat doet in Den Haag en niemand weet wie wat doet in Brussel. Dus het is gewoon ver weg. We weten er weinig van af. Ja, en dan is het een taak, hè, van ons als journalisten om dat dan even neer te zetten en dat goed neer te zetten. Nou, ik heb geprobeerd om er zo'n makkelijk mogelijk te lezen artikel van te maken, maar toch blijft het lastige materie. Dus even kort in 3 zinnen, in Jip en Janneke taal, hoe zit het nu precies voor de luisteraar? 4 zinnen mag ook hoor. 5. Ten eerste wil ik je in ieder geval complimenteren met wat je geschreven hebt. Want ik vind het dan wel te volgen. Dus zoals jij het geschreven hebt, is het ook. Maar het feit is dat Holland Rijnland Wonen heeft de huisvestingsverordening 2019 tot 2024 afgesproken. Daarin zijn een aantal zaken afgesproken.
He, dat is hoe de woonruimte verdeeld wordt, wie er urgent is. Dan heb je een andere categorie wie stadsvernieuwingsurgent is. Er is ook sprake van een groep contingent bewoners. Nou, dat zijn mensen die nu nog in instellingen wonen, begeleid wonen bijvoorbeeld, die gaan uitstromen. En daar is ook voor de gewone urgent wat afgesproken. Dat draait wel. Waar we last van hebben, en dat is een heel groot punt, is dat er te weinig gebouwd wordt. En waar we ook last van hebben, is dat de groep stadsvernieuwingsurgenten gaat behoorlijk uitbreiden. Omdat veel mensen tijdelijk ergens anders moeten wonen, omdat hun blok wordt gesloopt. De groep statushouders, die gaat verdubbelen ongeveer. Ja. En de groep contingentbewoners, wat je noemt extra murale zorg. Dan. Mensen die voorheen in een inrichting zaten, mm-hmm. die gaan nu zelfstandig wonen. Die groep, die breidt ook uit. En wat is dan eigenlijk de conclusie? Er is veel extra vraag. En wat natuurlijk ook duidelijk zichtbaar is, er wordt heel weinig bijgebouwd. En waar gaat het hem scheef zitten? Dat is bij gemeentes waar wel gebouwd wordt, maar geen sociale huurwoningen. Zoals in Oegstgeest. Ja, niet alleen Oegstgeest, moet ik zeggen. Noordwijk is op dit moment ook een plaats waar het een en ander over te doen valt. En ik kan me voorstellen dat in heel Nederland dat extra gaat spelen. Want het aantal statushouders, de vraag naar woningen gaat ongeveer verdubbelen. Mm-hmm. En we hebben al een tekort van, hoeveel woningen waren er nou? 100.000 of zo? Ik ken de getallen voor Nederland niet meer. Ik heb ze ooit wel geweten, maar voor Leiden... Het zijn in ieder geval meer dan toen u ze wist, denk ik. Ja, ja en ook, ook nog wel een hele openbaring. Holland-Rijnland kan wel een doelgroep benoemen. Hè, de spoedzoekers, dus statushouders. Ja. Maar Oegstgeest niet. Dus daar gaat ook iets fout. Ja, daar gaat zeker iets fout. En als Oegstgeest in zijn eentje de groep Oegstgeestse spoedzoekers gaat benoemen. Dat lijkt wel een zeldzame vogel trouwens, maar mm-hmm. De Oegstgeestse spoedzoeker heeft wat luchtiger was. Maar dan loopt Oegstgeest naar mijn eerste inschatting tegen de afspraken in. En ten tweede loopt Oegstgeest ook nog het risico dat iedereen die zichzelf spoedzoeker beschouwt in de regio Holland-Rijnland zich bij de gemeente Oegstgeest gaat melden. Ja, dat ga doe mij krijgen, dan maar een woning. Ja. Maar mag de gemeente Oegstgeest niet zeggen, nou, mensen uit onze gemeente hebben voorrang? Nee. Oké. Okay. Nee, want Oegstgeest zit nog steeds in een regionale afspraak. Dan maakt dus Holland-Rijnland die afspraken. Binnen de bestaande verordening kan wel worden afgesproken dat er een experiment wordt gedaan. En dat noem je dan lokaal beleid. Maar ja, dat moet je dan eerst wel afspreken met de raad, met de corporatie die het moet gaan uitvoeren, met de huurdersverenigingen, met Holland-Rijnland. En waar het hierop lijkt, is dat hier, ja, dat noem je dan een solo-actie. Nou, plaatsvindt wil ik niet zeggen, want dat moet nog besloten worden. Maar ik voorzie een paar flinke uitvoeringsproblemen dan. Ja, en jullie willen dat dus eigenlijk gewoon op de kaart zetten en eigenlijk zeggen van jongens, wat zijn jullie aan het doen? Want dit kan juridisch gezien niet. Je loopt het risico dat je onderuit gehaald wordt, ja. Terwijl de middelen zijn er wel. Wij hebben respect voor alle statushouders, ook voor de, wat je noemt, de contingentbewoners. Maar de werkelijke reden dat het schuurt is dat er niet genoeg gebouwd wordt. En als je dan hebt afgesproken dat je 25% van je productie gaat wijden aan sociale woningbouw en je doet het niet, ja, dan heb je een probleem, ja. In eerste instantie was er sprake van maximaal 250 statushouders in dat pand achter het gemeentehuis. Dat was het eerste verhaal. Ja, statushouder is een asielzoeker die zijn verblijfsvergunningsprocedure heeft doorlopen. Een verblijfsvergunning heeft gekregen en moet gaan integreren in ons land. Maar nog geen woonruimte heeft, dus wel een status, maar geen huis. Nou, die worden dan bijvoorbeeld in zo'n pand neergezet. Nou, daar kwam misschien wat reuring omheen. En toen dacht de gemeente, ja, misschien is dat toch geen goed idee. We gooien er wel 80 spoedzoekers bij uit Oegstgeest. Ik weet niet of u dat met mij deelt. Heb je daar een vraag over of is het een vaststelling? Deelt u die vaststelling met mij? Of scenario. In ieder geval mijn scenario in mijn hoofd? Ik weet dat we het misschien niet aan u moeten vragen, maar meer aan de gemeente. Maar... Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik was er niet bij. Maar een spoedzoeker is niet door Oegstgeest uitgevonden. Dat begrip zoomt al een tijdje door het land. Hè? Ja. Wat is een spoedzoeker? Is het wel een containerbegrip, want ik, ja, is iemand die spoed heeft. Ja, ja die zoekt spoed. Die zoekt spoed. Ja, ja, want we hebben het dan even over divorce housing. Heb je dan ja. ook de bloedspoedzoeker? Iemand die.
Nee, maar de divorce housing, die was bij die presentatie met het COA, dus juist, voor de statushouders. Ja, wat vindt u ervan dat divorce housing nu ook aanschuift? Want allebei willen ze inderdaad dat gebouw. Terwijl eigenlijk Oesgees niet bevoegd is om dat gebouw aan die twee partijen te geven. Dat vind ik een goede, relevante opmerking van je. In 2019 is in deze verordening ingeregeld dat echtscheiding niet leidt tot urgentie, tenzij er sprake is van dreigende dakloosheid met minderjarige kinderen. Dan wel. Daar heb ik niks over gehoord inderdaad tijdens die presentatie. Nou ja, wat nu dus als spoedzoekers wordt neergezet, daar zitten heel veel echtscheiden mensen tussen, neem ik aan. Die kunnen in principe via de reguliere weg proberen urgentie te vragen. Maar ja, die gaan dat vaak niet krijgen. Want zolang we de kinderen bij vader of moeder kunnen wonen, is er geen sprake van dreigende dakloosheid. Als je die categorie zou willen veranderen, dat kan best, dat kan ingeregeld worden. Zoals ik in mijn stuk ook schreef, zo moeilijk hoeft dat niet te zijn. Want de verordening die wordt eigenlijk met spoed vernieuwd. Die zou in 2024 vernieuwd worden. Er wordt ietsje naar voren gehaald. De verordening biedt op allerlei plaatsen ruimte voor hetzij experimenten, hetzij bijzondere doelgroepen. En als je die verordening toch opnieuw gaat zetten, dan zou je daar ook de echtscheiding misschien weer wel in kunnen onderbrengen. Maar moet dat dan langs 14 gemeenteraden? 13. 13? Ja. Dat moet. Ja, want die hebben allemaal hun zeggenschap. Die moeten instemmen met wat Holland Rijnland Wonen dan voorstelt als nieuwe. Dus dat laat ook maar weer zien dat dit dus gewoon echt niet kan, wat er nu gebeurt. Het is een solo-spel in mijn optiek. Wat zijn de consequenties mogelijk voor de gemeente Oesgees? Ja, stel, COA moet even voor de goede orde. COA heeft nog niet de aanvraag gedaan. Ja. Er is dus 2 weken geleden een presentatie geweest van, nou, dit zijn onze plannen met divorce housing. De aanvraag is nog niet gedaan, maar waarschijnlijk gaan ze die wel doen. En dan zeggen ze, de gemeenteraad heeft het laatste woord. Nou, we horen dus, dat is dus niet zo. Mm-hmm. Maar stel, het gebeurt wel. De gemeenteraad zegt, joh, toppie, ze negeren mij, ze negeren u, ze negeren Unity met het artikel. Wat zijn de consequenties? Een van de consequenties zou kunnen zijn dat iemand uit Katwijk denkt, nou weet je wat, ik ga me inschrijven als spoedzoeker in Oesgees. Die wordt afgewezen. Die gaat in bezwaar. Bezwaar wordt misschien weer afgewezen. Die gaat naar de rechtbank. En die zegt, meneer de rechter of mevrouw de rechter, waarom kan ik dan in Oesgees wel een spoed krijgen en in Katwijk niet, terwijl het toch binnen hetzelfde regionale blok zit? Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen dan. Ja. En dan loopt er een juridische procedure, zou er gestart kunnen worden, en dan doet de rechter een uitspraak en dat zou desastroos kunnen zijn voor de gemeente Oesgees. Een van de dingen die de rechter zou kunnen besluiten is de regeling van Oesgees onverbindend te verklaren. En dan zit je weer met de regeling van Holland-Rijnland. Ja, en dus maar dat dan is er wel een boel schade natuurlijk. Dus uiteindelijk is het steeds gewoon een cirkel rond. Uiteindelijk kan het dus gewoon niet gebeuren. De enige die er echt goed bij vaart is waarschijnlijk Unity, want er is altijd weer nieuws. Ja, dat is zeker waar. Dan ben ik present. Ja, sluit er daarmee af.